Emmanuel Schik, directeur van de Adecus Student Housing Campus, heeft grote plannen. In het programma Panorama zei Schik dat hij binnenkort 100 studenten wil onderbrengen in dit complex. Op dit moment wonen er 15 studenten in. Hij wil er ook naar toewerken dat de campus niet afhankelijk is van subsidie. Schik is studentenvertegenwoordiger in het universiteitsbestuur. En dat past helemaal in mijn nieuwe functie als directeur van de Village, benadrukt hij. Dit is ook een positie waarvoor ik denk dat het nodig is dat je je kan vinden met de studenten. Mm-hmm. En juist die combinatie van studentenvertegenwoordigers zijn in het bestuur van de universiteit en nu de directeur van de Student Housing Campus Village maakt dat ik begrijp wat de studenten in de Village ook nodig hebben om hun studie efficiënt voort te kunnen zetten. Oké, studentenwoningen, het is nieuw in Suriname. Wat kan het betekenen voor studerenden? Ja, inderdaad, nieuw in Suriname. In ieder geval de opzet zoals dat nu is. Maar het is een positieve ontwikkeling voor studerenden. Als we er rekening mee houden dat een groot deel van de studenten op de universiteit ook uit de verre districten komt. Mm-hmm. Als we er rekening mee houden dat het openbaar vervoer niet zo goed geregeld is overal, dan is dit een goede uitkomst. Het betekent inderdaad minder reistijd voor de studenten die ver afgelegen zijn. Het betekent minder uitgaven op die manier. Maar het betekent ook voor zij die een huisvestingsprobleem hebben, dat ze op deze manier inderdaad op een betaalbare manier hun onderkomen kunnen hebben. En zich kunnen focussen op de opleiding die ze doen. Dat sneller kunnen afronden en sneller kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Okay. Schik zegt verder dat de kamers voor 4 personen 400 SRD per persoon per maand kosten. En de kamers voor 2 personen 750 SRD. En dat is een heel betaalbare prijs. Ook de studenten delen die mening. En op die manier kunnen we in ieder geval break-even draaien en ervoor zorgen dat de mensen alles hebben dat ze nodig hebben om inderdaad prettig te wonen en prettig te kunnen studeren. En hoe lang mag je er verblijven? Op dit moment mag je dus zo lang blijven als de maximale studieduur van jouw opleiding niet is overschreden. Voor de meeste opleidingen op de universiteit, en dan heb ik het over de bacheloropleidingen, is dat 5 jaar. Natuurlijk moet je daar wel nog zitten in de leeftijdsklasse van 18 tot 30 jaar. En als je dan voldoet aan de eisen, ook nog de Surinaamse nationaliteit bezit, want dat geniet prioriteit voor ons. En zeker ook als je huisvestingsprobleem hebt of uit een ver afgelegen district komt, dan kan je er blijven zolang je die studie doorloopt. Aldus Emmanuel Schik, directeur van de Adecus Student Housing Village. Hij heeft grote plannen met de campus die onderdak kan bieden aan ruim 300 studenten. Schik was de gast in het actualiteitenprogramma Panorama.